Je hebt het over tijd en ruimte. Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Nee, maar net had je het over de tijd. Ik ben niet helderziend. En helderziende kan toch meestal met de tijd kijken. Dat denken ze, ja. Aan de ene kant denk ik van, bijvoorbeeld, het is een proces en ook weer niet. Dus ik kan niks doen. En toch denk ik, dat is die paradox van ik kan iets doen en ik kan helemaal niks doen. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens geëxperimenteerd met rotzooi op straat te gooien. Want ik dacht, ja, bestaat heel omdat ik het niet. Want het bestaat het dan dat ik dat papiertje op de grond heb gegooid en meedoe aan vervuiling? Of met oorlog in Syrië? Ja. Ik zit hier lekker bij jou. Ja, precies. Why bother? Is die oorlog er dan of niet bestaan? Wat doet het ertoe en wat heeft het voor impact op jou bestaan? Nou, vooralsnog is het eigenlijk alleen maar pixels op een tv-scherm of radio waves. Dat weet ik. Je weet er niks van. Ergens weet ik dat conceptueel en ik heb ook wel glimpses gehad. Maar ja, meestal zit ik in mijn fucked up mind en lijkt het erger te worden, want ik zie steeds meer. Ja, je gaat naar die afgrond toe en niks helpt meer. Leuk. Maar ik denk dat ik misschien nog wel 40 jaar bij die afgrond blijf hangen en toch niet durf te springen. Misschien. Maar dan kun je iets kun je doen niet en weten. Toch denk ik nog dat ik iets kan doen. Ja, nou, zodra je dus denkt dat je iets kan doen, ben ik een voorstander voor zelfonderzoek. En zodra je ziet dat er geen je is die iets kan doen, just relax. Dat daagt een beetje en toch hou het nog. Ja, cool. Kan ik niet relaxen. Goed zo. Of heb je dan hersenen die dat niet kunnen? Dan denk ik van, je bent zo nerveus en bla bla. Allemaal opgestapeld. Dat heet denken en erop los van te zeggen. Dus het leuke is, van wat ik mensen vaak aanraad, van de beste spirituele tools. Het is heel simpel, geen kussentjes en weet ik veel, al die shit. Weet je wel, gewoon opschrijven. Schrijf gewoon op. Ja, maar ik denk, dan kijk je daarnaar. Het is al bla bla, ja, maar dat doe je nu ook. Ja, het is oké. Okay. Nogmaals, als je denkt dat je iemand bent, dan heb je de hele tijd het idee, ik doe dit, ik doe dat. Nou, dan raad ik zelf onderzoek aan. Noteer eens gewoon die waanzin die voorbij komt en ga eens kijken waar alles wat je denkt en waar je in gelooft, waar het niet klopt. Dat is leuk, zo ondergraaf je de mind. Op het moment dat er realisatie is, al is het maar 5 seconden, er is niemand, nou dan is die relaxation er meteen. Nou, op het moment dat je is van er is niemand, of alles is heel, of whatever, hoe zich dat manifesteert, is er geen enkele neiging om iets te doen. Dus het is dodelijk eenvoudig. Denk je dat je iemand bent, doe zelf onderzoek. Weet je... Maar dat vind ik al te vermoeiend eigenlijk. Ja, dan doe je het niet. Het moet niet. Af en toe heb ik momenten van relaxedheid gewoon. Nou, ja, cool. That's it. Ja, is toch fantastisch. In andere momenten is er ook gefoktheid. Als je net een stapje als het ware, al klinkt dat weer als doen, terugdoet, kun je zien dat dat allemaal gebeurt. Er manifesteert zich relaxedheid, er manifesteert zich neurotisch gedoe. Ja. So what? Ja. Maar bijvoorbeeld gisteren met het voetballen, hè? Dat was toch, dit is alweer voorbij. En toch hebben die jongens, maar dat is al in de droom, die hebben toch hun best gedaan om te winnen. Ja, gelukkig maar. Het had wel iets scherper gemogen, vind je? Een beetje op de paal schieten, zeg. Mietjes. Nee hoor, het was heel entertaining. Je kunt niks, het is jouw gebeurd. Dat jij maar die jongens toch ook, die hebben dan toevallig, die worden geboren met een voetbalgen. Daar doe je toch ook niks aan. En dan gebeurt er van alles. En bij sommigen, en die zien we dan op tv, wordt het wat. Met het gros wordt het niks. Die zitten met een of ander achterafclubje hun schenenblauw te laten schoppen. Nou, sommigen die worden dan de local hero. En die hebben een enorme drive. Maar ze hebben die drive toch niet gemaakt. Het lijkt zo alsof... Ja, natuurlijk. Maar dat hoort bij die drive. Want je had die drive om uit te zoeken hoe het zat. Dat was ook... Dat was ook niet zo leuk voor de omgeving, want hij was tamelijk... Ja, maar ik wil niet zeggen dat het gaat lukken. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ik zeg alleen maar van die drive, die wordt meegeleverd, of niet. Want sommigen hebben die drive niet en die worden toch... Sommigen. Bijna niemand. Most people are just fucking around, and that's okay. En dat nog mijn laatste vraag openen, is toch... I doubt it. Als je dood bent, dat vind ik toch wel heel prettig, dat je dan weet dat het voorbij is.
Ik ben al iets rustiger, ook al ben ik het helemaal niet, maar het lijkt, ik had altijd gedacht van shit, forever in hell. Fuck, wat is dat heet, forever in hell, ik kom er nooit uit aan mijn kop. Met je kop niet? Nee. En als je in je kop zit, ja, volgens mij is dat de hel. Dat is ook de hel, maar als je dan niet uitkomt, maar dan, dat dus, sommige mensen, gewoon als ik later dood ben, zogenaamd, om de 80ste of 90ste, dan is het voorbij. Maar ja, nee, laat maar, ik vraag bevestiging. Ja, en dat slaat allemaal nergens op. Want er is één leuk ding met dat zogenaamde dood zijn. Als je dood bent, is die je er niet. Want dat is dood zijn. Dus dan is het gewoon voorbij, vind je dat? Die je, ja, die daar bang voor, ja, is of daar verlangt, die is er dan niet. Dus het maakt niet uit. Het gaat nergens over. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Nee, dat maakt ook niet uit. En als dat echt doordringt, dan ontspant er iets. Ja. Als het maar een ideetje blijft, dan wordt het een soort ego-dingetje. Ja. Dat maakt toch helemaal niet uit. Nee, maar bijvoorbeeld iemand die geboren wordt en de hele, alleen maar met carrière bezig is en met fucking around en weet ik wat allemaal. Als die op zijn 90ste doodgaat, heeft hij het ook bereikt. Want hij heeft natuurlijk, in het graf is iedereen gelijk. Ja, ik wil even iets voorleggen. Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met vrij zijn en wat dat betekent. Gisteren had ik hierboven een soort van meeting georganiseerd, zo van familieopstellingen, waar ik aan meedeed. En op een gegeven moment dacht ik van, het is klaar, ik ga gewoon weg. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet, omdat je met heel veel mensen... Alles kan. Dus dat voelde ik ook, denk ik, graag. Dus ik had zeg maar twee mensen benadeeld, doordat ik waarschijnlijk niet goed heb opgelet. Dus ik had gewoon gezegd, nou sorry, het spijt me, waarschijnlijk heb ik het opgelet tegen allebei de partijen. En ik dacht van, hé, klaar. En toen dacht ik, maar een ander deel van mij dacht van, nee, je moet echt je daar lullig en schuldig over voelen. En ik had heel erg zo die tweestrijd van, nee, dan zeg je, nee, ik heb het gewoon zo gezegd, dus ik heb inderdaad een foutje en klaar. Ja, yeah, what's the big deal? Ja, omdat ik toch voel dan dat ik iemand benadeel of zo. Weet je wat het leuke is? Je kunt ook gewoon zeggen, dat, dit is ook maar tekst, maar ja, iemand benadeeld en had die iemand maar op dat moment op een andere plek moeten zijn. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat ging ook. En waarom moet je allemaal zo in proces, familieopstelling? De hele familie is al een opstelling. Ontstellende opstelling meestal. There's no need to worry. En daar moeten wij van wennen, want we zijn ingeprogrammeerd om verantwoordelijkheid te hebben. Allemaal weer vanuit die afgescheidenheid. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe, ik ben beslissingsbevoegd, ik heb de macht om dingen te veranderen. Dus als er iets fout gaat, is het mijn schuld en I need to suffer. Je wordt vanuit de buitenkant, wordt dat heel erg op je opgenomen. Ja, natuurlijk, en zo wordt dat. Zodat jij kan ontdekken wat een bullshit dat is. Ja. Ik had gisteren inderdaad zo'n lampje boven me. Ja, cool. Van, hey, eigenlijk kan ik dat best wel overslaan, een hele stuk van verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook het makkelijkste. En dan het leuke is dat je dan merkt dat het organisme de neiging heeft om dingen zo goed mogelijk te doen. Maar dan zonder die ego-stress erin. Of de neigingen te claimen, wat heb ik dit goed gedaan? Of oeh. Weet je wel, wat een energiesysteem wat gewoon functioneert, functioneert altijd optimaal. Niet perfect, maar optimaal. Altijd. Als het de hele tijd verstoord wordt door hoe zal ik het wel goed doen? Stress leidt eerder tot maken van fouten, terwijl die niet bestaan, weet je wel. Terwijl ontspanning leidt meestal tot effectiviteit. Omdat alles gewoon veel makkelijker beweegt. Het voelde echt van, hé, ik ben vrij van... Of is het asociaal? Sommigen zullen dat zo duiden, weet je wel. Maar uiteindelijk gaat die laatste laag van schuld en boete, wat eigenlijk betekent claimgedrag, dus of het nou trots is of schuldig, dat is gewoon hetzelfde, dat gaat gewoon verdwijnen. En dat zogenaamde anderen er iets van zullen vinden, ja, they will. Some like it, some won't. Maar dat is nu ook al. Dus het maakt gewoon geen enkel verschil. Hoe goed je ook je best doet om dingen te vermijden, shit happens. Dan kunnen ze goed ontspannen. En als er shit happens, ja. Yeah. What's the big deal? Vallen alle sterren uit de hemel meteen? Dat iemand 2 uur heeft moeten wachten. Oh, 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 oh. En als iemand zin heeft om zich druk te maken. Enjoy. Pak ik er een sigaretje van, ga ik even kijken. En helpt het al? Dan heb je en moeten wachten en ben je kwaad.
Ja, twee keer van. Dat is oké. Als toevoeging, mensen in mijn beleving is het zo dat de, wat ik noem, ja, de waarheid of werkelijkheid kan zich altijd maar op één manier manifesteren. En dat is deze manier. En nooit iets anders. Exact. Exact. Mooi. Ja. Daarom is het altijd perfect. Wat het ego er ook van vindt. In de voorbeelden die aan de orde zijn geweest, begrijp ik dat jij zegt van ja, het leven leeft zich. Ja. En ik hoor je ook zeggen van, is ook waarneming. Automatisch. Valt dat samen? Ja, is dat is één. Oké. Dus zijn is bewust zijn, zou je kunnen zeggen. Het is bewust van zichzelf en levenskracht en bewustzijn, dat zijn twee woorden, maar het zijn geen twee dingen. Dus ja, ieder voorbeeld gaat bank uiteindelijk, maar daarom zeg ik vaak van water is vloeibaar en nat. Dat zijn geen twee gescheiden dingen, dat is wat het is. Of vuur is heet en het geeft licht. Dat zijn geen twee gescheiden dingen, dat is wat het is. Dus jij noemt die waarnemer dan ook niet ik? Nee, nou, dat mag wel, maar ik zou liever totaliteit ik noemen. Ja. En het is ook makkelijk te checken voordat we dingen maar gaan geloven. Niemand heeft ooit iets meegemaakt zonder dat er waarnemend bij was. En niemand heeft ooit waargenomen zonder dat er iets was om waar te nemen. Dat verschijnt altijd gelijktijdig. Ja. Vandaar dat afgescheidenheid gewoon bullshit is. Je beleving is altijd compleet. Er is geen ik los van je beleving. Er is geen ik los van je situatie. Er is geen ik los van een ander. Probeer je maar eens, als je het wil omdraaien, om je los te maken nu uit deze situatie. Scheid je maar af dan. Van deze kamer, van deze mensen, van de geluiden, van het licht. Scheid je eens af. Bewijs dat er afgescheidenheid is. Come on. Nobody can do that. En iedereen loopt de ouwe horen over dualiteit en afgescheidenheid. It doesn't exist. Dus is het voor mij een af en toe, meestal niet gelukkig, af en toe een raadsel hoe mensen het voor elkaar krijgen om te denken dat ze een afgezonder dingetje zijn die hier is en dan daar naartoe moeten komen, want daar is het beter. Ik moet verlicht worden, of ik moet vrij van mijn emoties worden, of ik moet een succesvolle zakenman worden, of... Ik heb nooit iets willen worden en ik ben me nou toch geweldig. En zo bescheiden ook. Prettig in de omgang. Dus iedere keer als die fantasie opkomt van ik en de ander, check even. Probeer je maar eens los te maken. Bewijs maar eens dat je werkelijk los staat. Bewijs maar eens dat je werkelijk... Dat jij hier bent en het leven daar en dat je dat naar je hand kan zetten. Prove it. Als je dat een x aantal keer doet, weet je wel, dan moet toch die illusie van afgescheidenheid of dat er ook maar iets anders zou moeten uit elkaar donderen. Het is echt zo slecht in elkaar gezet. Ja, als ik dat doe, voel ik me ook heel erg afgesloten van het leven. Ja, maar je bent het niet. Dus het voelt wel zo, isolatie. Maar je kunt nog steeds jou niet losmaken van wat je ziet, of wat je hoort, of wat je proeft, of... Kennelijk is er in mij wel, in dat wat ik niet ben, leeft die behoefte. Om dit te doen? Ja, om te vechten. Dan ontken ik het maar. Kunt u mij vertellen wat ik moet doen? Nou, pis op. Cool. Maar als je checkt op dat moment, is dit werkelijk deze situatie? Is dit werkelijk afgescheiden van mij? Dan is het altijd, altijd, altijd. Mee. Dat zou kunnen, of hij gaat nog hard op weg. Er is voor de gein in die totaliteit iets ingebouwd wat zich verzet tegen de realiteit. Dat is toch helemaal
Ik vind van wel. Ik heel geestig. Ja, ik heb momenten dat ik het geestig vind, maar nu vind ik het niet. Ja. Maar ook daar kun je dus niks aan doen, maar je kunt je er ook niet van losmaken. En je kunt ook niet ontkennen dat je er moeiteloos bewust van bent. Van de beleving, ik vind het niet leuk. Moeiteloos bewust. Ja. Je voelt dat toch, hoef je toch geen moeite voor te doen. Nee, ik vind het niet leuk. Ja, dat is in beeld. Daar deed je niks voor. Net als geluid, dat hoor je gewoon. Je zit niet horen te maken. Er wordt gehoord, er wordt gezien, er wordt gevoeld. Dat is vanzelf. Moeiteloos. Nou, in dat moeiteloze veld van waarnemendheid, om het zo te zeggen, voelen, kijken, horen enzovoorts, verschijnt, ik vind dit helemaal niet leuk. Dat is een waarneming. Cool. Een kussen is ook een waarneming. Nou, dat bindt mij niet en dat maakt me niet vrij. Komt in mij een soort woord op van iets van anoniem of zo. Dat ik denk van, ik wil helemaal alle laagjes van mezelf meenemen in dat ik wat leven is. Het zit er allemaal in. Nogmaals, probeer er maar eens iets uit te halen. Ja, dat doe ik. Probeer het eens echt. Het gaat niet. Check het. Toen straks toen jij mij aankeek, toen voelde ik dat ik moest blozen. Ik voelde een stukje wat ontkend werd. Ja, hè? Dat is een waarneming. En die staat niet los van jou. Nee. Ja, dat bedoel ik. Dus ontkenning kan komen, een gevoel van afgescheidenheid kan zich manifesteren, irritatie, blozen, schaamte, wat hebben we nog zoal? Dat kan zich allemaal manifesteren, maar het is allemaal binnen bewustzijn. En jij staat er nooit los van. En je neemt het moeiteloos waar, dat bewijs je alleen al door het simpele feit dat je het me vertellen kan. En nu is dat zo. Het is altijd zo. Maar waarom wil ik me er dan zo graag mee bemoeien? Dat is wat de mind doet. Dat is dat dingetje wat is ingebouwd, wat zich wil verzetten tegen de werkelijkheid. Ja, maar ik weet dat het zoveel lichter voelt als die bemoeienis minder is. Dus wat je observeert in werkelijkheid, jij, bewustzijn, observeert een organisme. En daarin is dat spelletje van bewustzijn bezig. Van open zijn of wakker zijn en verzetten en duwen en trekken. Dat is het spelletje. Dat is het spelletje in al die organismen. Dat is onpersoonlijk. It happens everywhere. Al die 7 miljard als we ervan uitgaan dat er mensen bestaan. Weet je wel, daar is dat spelletje in bezig. Sit back and relax. It's just a movie. En dat spelletje zorgt voor al het drama van verliefd worden en zo. En de vervulling daarvan. En oorlog aan de andere kant. En alles wat daartussen zit en zo. Weet je wel, dat is door die elementjes die een beetje zo aan het spelen zijn. En het is altijd helemaal compleet. Altijd totaliteit. Er ontbreekt niks aan, er kan niks bij. Er kan niks af, er kan niks anders. Het is wat het is, wat het is. En het is perfect. Hoe ik het begrijp, minste, is dat het ik is eigenlijk het meest bang voor waar hij naar het meest verlangt. Ja, dat is eigenlijk leuk gezegd, hè? Ja. Als je ziet wat we zoeken aan vertier, dan is het altijd vertier, is altijd de afwezigheid van ik. Dus dat we dus niet met onze gedachten naar een andere tijd gaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk vertier. Maar in ieder geval, het gaat erover dat we intuïtief blijven. Het ik is bang voor zijn eigen afwezigheid. Ja, exact. En daarom proberen we ook constant dat ik aan de gang te houden. Want ergens weten we donders goed dat we niet bestaan. Als afgescheiden wezentje. Dus moet je dat constant blijven bevestigen en voelen en zoeken en doen. Want dan voelt het als ik. We hebben de verkramping zijn we aan gaan zien voor mijzelf. Terwijl verkramping is een waarneming. Hoe kan nou een waarneming zijn of je daartoe beperkt? Mijn zoontje, hij moet alles raar zien. Dus als hij ziet en alles wat hij aanwijst,
En ben ik natuurlijk bezig om het juist te ontdekken dat alles interconnected is. En dan ga ik hem aanleren dat, nee, het is geen raadje, het is een gordijn. Ik kom er even niet uit. Dan ga ik hem aanleren dat alles afgescheiden is, met een labeltje. Probeer dat maar te voorkomen. Ja, waarom ga ik dat? Je zult zien dat je niet de enige bent die daaraan bijdraagt. There's no way around it. Dus, dat is een natuurlijk proces. Don't worry about it. Maar het voelt zo tegenstrijdig. Jawel, maar het zou nog erger zijn als je vanuit niet-totale realisatie gaat proberen op een gerealiseerde manier het te doen. Dat dacht ik al dat je antwoord. That will be creating a fuck-up. Just be natural. En laat hem maar roepen wat hij wil, op een gegeven moment gaat hij echt wel appel en bal en gordijn zeggen. En op een gegeven moment gaat hij ook veranderen van, hoe heet Raji? Raji heeft dorst, gaat hij ineens zeggen, ik heb dorst. Tada! Ja. En dat is oké. Dat je ook kan zeggen, van dit noemen wij een kussen. In plaats van dit is... Dit noemen wij een kussen. En je kan je ook al je zintuigen erbij gebruiken, voelen, ruiken. Dus dat je niet alleen maar met de mind dingen benoemt, dus die concepten, die afstand, maar dat je dus vanuit de gevoelservaring dingen kan, tot je kan nemen. Dus, leuk is dat kinderen op die manier leren. Ja. Alleen ouders zeggen dan afduiken. Ja. Terwijl ze hebben de neiging om te pakken en te ruiken, dus nooit te proeven. Of, ja. Weet je wel, maar dan... Afblijven, Jantje. Ja. Dat is van papa. Geen boterham meer in de videorecord. Ja, soms wel praktisch inderdaad. Maar ze zijn onderzoekend, weet je wel. Dat is wat hij doet. En op dat relatieve niveau ben ik er altijd een voorstander van dat ouders gewoon eerlijk zijn en echt zijn. En niet gewoon... dingen gaan roepen die er niet zijn, of dingen gaan ontkennen die dat kind al lang oppikt. Ze zijn niet achterlijk. En dat bekende voorbeeldje wat ik dan geef, is er iets, mam? Nee hoor, er is niks aan de hand. En het kind dan denkt, oh, what the fuck, weet je wel, ik zie het toch, ik voel het toch. En als je er van lang genoeg mee doorgaat, dan duw je iemand weg bij zijn intuïtie en bij zijn sensitiviteit. En die gaat zoiets krijgen van, die grown-ups waar ik op vertrouwen moet, they're fucking liars. Dat stimuleert het gevoel van vertrouwen in het bestaan niet echt, zou ik maar zeggen. Just be real. Inclusief als je pissig bent dus. Kunnen ze best tegen. Heb je kinderen wel eens lelijk zien doen tegen elkaar? Oeh.